je baby Doek. Oh, dat was je toch een lief kind. Was? Nog steeds. Koffie? Graag. Ja, gezellig hè, mam? En het eten was ook al zo lekker. Oh, dank je, schat. Was je blij met me? Hè? Wat? Wanneer? Nou, toen ik geboren werd. Blij, schat. Ik was in de wolken. En je vader riep steeds, ik wilde wel 10. Dat had ik wel leuk gevonden. Nou, 10, nee. Dat is een beetje al te dol, maar... Nog 1, ja, dat had ik wel erg graag gewild. Waarom lukte dat dan niet? Nou, ik weet niet, liever, dat ging niet meer. Je vader werd ziek en... Nou ja, dat werd de belangrijkste ding in ons leven. Als ik nou eens een baby zou nemen, hè? Wat zou je daar dan van vinden? Oh, schat. En toen doe een beetje serieus. Ja, je bent toch nog veel te jong. Zorg eerst maar eens dat je een leuke man krijgt. Dus het wordt toch nooit wat. Nee, maar ik bedoel, gewoon een kind zonder man. Zonder man? Dat gaat niet, lieverd. Nee. Hé. Maar ik bedoel, ongehuwd. Maar lieverd, ben je nou gek? Wat moet zo'n kindje nou zonder vader? Ik had toch ook geen vader? Ja, oké, dat is heel iets anders. Ik werd de weduwe. Ja, en jij hebt het toch prima gered in je eentje? Ja, ja, maar omdat ik wel moest. Of heeft omi je veel geholpen? Die nam je niet eens mee naar de speeltuin. Bang dat iedereen zou denken dat ze oma was. Koffie, daar heb ik zin in. Ah, je babyboek. Wat was je toch een dotje? Was je trots op mami? Ja, wat dacht je natuurlijk, lief? Want ik schreef die overal naartoe. Ja, ja. En wat zo leuk was, ze dachten allemaal dat ik je moeder was. Ja, ja. Ja, ik was natuurlijk ook veel te jong, hè, voor grootmoeder. En voor overgrootmoeder ben je daar ook te jong voor. Dat doe niet zo dwaas. Nou, ik zou alvast maar wennen aan het idee, want Klaartje neemt een kind. Als jij het maar uit je hoofd laat, je hebt niet eens een man. Denk maar niet dat ik ga zitten oppassen als jij moet werken. Ik heb geen werk. Nee, ja, precies. En waar moet dat kind dan van betaald worden? Ik heb helemaal niks. Geen man. Geen baan. Geen... Kind. Jij hebt je poëzie, lieverd. Schrijf er maar een mooi gedicht over. Ik heb kind nog kraai. En dat is niet zo fraai. Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik zag de hele nacht overal baby's. En poepluiers. En ik hoorde ze ook steeds maar allemaal bleren. Ja, omdat ze de mazelen hadden. Of de waterpokken. Met de griep en kotsen en al. Ja, hou maar op, boodschap begrepen. Gelukkig. Jullie zijn alleen maar met jezelf bezig. Jij vindt jezelf nog te jong voor oma en jij vindt jezelf nog te jong voor over omi. Nee, wij vinden jou te jong voor moeder. Nou, als jullie maar weten dat ik al een maand over tijd ben. Wat mij lieverd. Maar waarom weet ik dat dan niet, hè? Omdat het helemaal niet waar is, Jet. Ze probeert ons alleen maar op stank te jagen. En van wie is dat kind dan wel? Dat zou ik wel eens willen weten. Ja. Dat zou jij wel eens willen weten, hè? Maar dat gaat jullie niks aan. Belachelijk. Ze heeft niet eens een vriendje. Waar zou dat kind dan van over tijd moeten zijn? Misschien weten wij niet alles. Als ze maar niet denkt dat ik daar intrap, hoor. Wat mij betreft kan ze augurken eten tot ze ontzweegt. Als ze maar niet 10 kilo zwaarder wordt, dan vind ik het allemaal best. Goed uitziende knul, Barneveld, 45, 1,85 meter, 78 kilo, 18 centimeter, zoekt leuke. Nou, mannelijke, wow. Vent voor spannende vriendschap. Een knul van 45? Nee, lijkt me ook niks. Ach, waarom lees je die advertenties dan? Nieuwsgierigheid. En je weet maar nooit. Zet er zelf in. Ach, daar ben ik type toch niet voor, Jet.
Een beetje kale knul van 50 zoekt zwaar behaarde vriend om samen kappertje te spelen. Bijna 50, hè? Malmens. Hier, dit is dus interessant. Nou. Dit hier. Zelfstandige vrouw, 36 jaar, hbo-niveau, zoekt donor die geen anonieme biologische vader wil zijn. Ah, oh, dat meen je toch niet, hè, Michiel? Waarom niet? Ik heb er al heel vaak over gedacht, ja. Je bent 50. Bijna 50, ja. Nou, dat is niet te oud voor een man. Ah, doe toch niet zo raar. Jij, vader, dat is bespottelijk. Ik zou niet weten wat daar bespottelijk aan is. Wat heb ik nou in het leven, hè? Ik heb een kind nog kraai. Nou, ik geloof dat jullie allemaal gek geworden zijn. Klaartje wil ook al een kraai. Dat kind. Van wie? Ja, dat weet niemand. En ze heeft toch geen vriendje? Nee, maar ze wil wel een kind. Oh, nou. Misschien kan ik, ik bedoel... Geen sprake van... Wat denk jij wel? Jij bent 50, Michiel Bruining. Bijna, ja, bijna 50. Maar jij bent mijn baas. En dan word ik dus ook nog eens jouw schoonzoon. Jouw biologische schoonzoon. Dat dacht ik toch niet, hè? Ben jij nog gek? Zou je willen dat mijn kleinkind net zo werd als jij? Ja, ik geloof even niet goed wat ik hoor, je. Ja, nou. Net was je nog op zoek naar een vriend. Ach, nee. Trouwens, Klaartje heeft jou helemaal niet nodig, want ze is al een maand over tijd. Wat enig! Niks enig. Ik ben helemaal in de war. Iedereen wil maar een kind. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u misschien dat boek van dokter Spock? Oh, meerdere wel. Ja, volgt u me even. Oh, wat moet ik nou? Wat een schatje. Die man? Nee, die baby. Oh. Jij denkt toch niet dat ik daar in trap? Waarin? Augurk, hè? En slagroom. Nee, dan niet. Wij moeten praten. Ik zit te eten. Als jij zo doorgaat, dan ben je straks zo misselijk. Als een zwangere vrouw? Zeg toch niet zulke vreselijke dingen. Omi, ik ben over tijd. Liefje, het is allemaal inbeelding. Jij bent een beetje eenzaam. Ik ken dat gevoel. Dit is iets heel anders. En heb je daarom een onbedwingbare trek in slagroomtaart? Nee, ik zit hem voor mijn longen binnen te proppen. Nou, goed. Liefje, wat vreselijk toch voor je. Maar vertel nou eens precies met wie jij de laatste maanden geslapen hebt. Geslapen? En dat andere. Klaartje, je weet hoe vervelend ik het vind om de dingen bij zijn naam te noemen. Het is toch niet die motorjongen, die Tommy? Nou, daar heb ik wel mee geslapen, zoals jij dat noemt. Maar liefje, die is net als Michiel. Nou? En? Ja, maar ik bedoel, je wilt toch niet dat je kindje net zo wordt als zijn vader? Wat kan mij nou schelen of mijn kind homo of hetero is? Als het maar gezond is. Wat jij gezond noemt. Nou wil Michiel ook al een kind. Ook goedemiddag. Wat zeg je? Michiel wil donorvader worden. Nou ja, tegenwoordig wil de hele wereld een kind. Belachelijk. Zal biologisch evenwicht van wezen. Oh, als je maar niet denkt dat ik daar intrap, hoor. Hoeft ook niet. Ik had een kind van Tommy. Van die knipnicht? Ik zou maar... Jet, ik zou maar niet discrimineren, want die nicht wordt jouw schoonzoon. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Omi, je zit te stoken. Waarom verdraai jij toch altijd alles wat ik zeg? Nou, vertel dan eens van wie die zogenaamde baby van jou dan wel is. Dat zeg ik helemaal niet. Jullie denken alleen maar aan jezelf. Geef hier die taart. Als jij vertelt wie de vader is. Nee! Dat is dan jammer van de taart. Hé, moeders, hou nou op. Weet je wat, ik ga wel koken, hè? En dan hebben we het er zo meteen nog wel over. Ik hoef al niet meer te eten, ik ben stondmisselijk. Dat is je eigen schuld. Van jullie! Ze heeft overgegeven. Oh, moeder, stel me toch dat ze echt zwanger is. Kop op, Jet. Volgens mij zit ze alleen maar die Jenne. Ja, maar waarom? Ja, dat weet ik niet. Het is jouw kind.
Ja, en wat gebeurt er nou met die baby als Klaartje een vriendje krijgt? Ik bedoel, wie moet daar dan voor zorgen? Nou, jij, dat is duidelijk. Wat ga je met die zure haringen doen? Nou, die ga ik Klaartje op trakteren. We zullen zien wie hier de baas is. Moeder, dat kind is zo misselijk als een hond. Dat precies, dan zal zo'n potje met zure troep er even weer goed doen. Ja. Waar is die dan? Koetsie, 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 koetsie. Ja, kom maar bij papa. Ja, zo. Ja, kom dan maar. Ja, zo. Hè? Zo, lekker boertje doen. Goed zo. Ja, grote jongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Michiel, wat heb jij een boekje met de beet? Dat is een pop. Wat doe je met die pop? Dat is van mijn nichtje. Een onderwagen. Van mijn zus. Waarom? Ik heb vanmorgen proef gelopen. Ja, ik wilde wel eens weten hoe het was om met mijn kind in de wagen naar mijn werk te lopen. Je bent niet goed bij je hoofd. Hoe kan ik nou weten hoe dat voelt als ik het nooit gedaan heb? Ach, een volwassen vent van in de 50 die met een pop gaat lopen sjouwen. Waar zit je verstand? Niet zo schreeuwen. Daar houden wij niet van, hè? Nee, nee. Kom, papa gaat jou maar weer even in het wagentje weg, hè? Ja, tante Jet is een beetje van streek. Tante Jet. Oh, ik moet koffie. Ik word nog eens een keertje stapelgek van jullie allemaal. Klaartje? Ah, Frederik denkt dat ze ons zitten jennen. En wat denk jij? Ja, ik weet het niet. Ze was wel heel erg misselijk vannacht. Nou, stel dat Klaartje zwanger is, dan is het toch nog niet zo erg? Ja, maar ik ben toch nog helemaal niet klaar voor de rol van oma. Ben je een jonge oma? Wat maakt dat nou uit? Ja, maar ik heb zelf nog nauwelijks geleefd. En ik wil nog van alles. En ik ga vanavond uit met Pieter Bekenstein. Nou, als die hoort, wie weet ze. Nou, het kan Pieter Bekenstein toch niet schelen of jij moeder of grootmoeder bent? Nee. Nee, tuurlijk niet. Hè? Een succesvolle uitgever heeft afspraak met Opoe. Wat? Dat zou berouwen. Neem terug. Neem je terug. Stil, klanten. Alleen maar rondkijken, Jonathan, nergens aankomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wil jij misschien ook koffie, Michiel? Graag. Mogen we even rondkijken? Gaat uw gang. Jonathan, laat staan. We hebben ook stripboeken, hoor. Ik haat strips. Ja, hij haat strips. Oh ja, nou, dan weet ik het ook niet meer. Jonathan, hang terug. Kijk, mam, een baby. Jonathan, laat dat. Oh, kan ik kwaad, hoor. Ja, maar straks wordt het wakker. Jonathan, laat dat. Ah, het is maar een pop, hoor. Een pop? Jonathan, leg terug. Nee. Doe wat je moeder zegt, Jonathan. Nee. Wat? Nee. Nee. Jij klein... Blijf van mijn pop af, ja? Wilt u wel eens met uw handen van mijn kind afblijven? Zo, wat gebeurt hier allemaal? Die man slaat mijn kind. Dat rotjoch gooit met mijn baby. Nou ja, dit is toch te gek. Een volwassen vent met een babypop. U moet u laten nakijken. Kom maar, Jonathan. Nee. Stomme Jonathan. En dat wil vader worden? Ja? Ja. Omi, mag ik even bij jou komen zitten? Alsof jij niet altijd precies doet waar je zin in hebt. Ja. Laten we nou eens een keertje geen ruzie maken. Wat zal ik doen? Roze of blauw? Voor mij bedoel je oranje. Het is niet van Willem-Alexander. Klaartje, liefje, hou daar nou mee op.
Je hebt ons nou lang genoeg geplaagd. Zeg dat het niet waar is. Ik ben nog steeds over tijd, Omi. Oh, mijn liefje, dat wil helemaal niet zeggen dat je zwanger bent, hoor. Misschien ben je wel onregelmatig, hoop ik. Dat gebeurt wel. Misschien moet ik het wel om en om doen. Streepjes roze en blauw. Weet jij dat jij je moeder heel veel verdriet doet? Oh, gaan we zo beginnen? Jouw moeder is nog lang niet toe aan de rol van oma. Volgens mij wordt mam een perfecte oma. Wedden dat ze mijn kindje straks overal mee naartoe neemt? Ja, naar de boekenstal zeker. Krijgt het kind een prima oom? Ome Michiel. Ome Michiel, papa Tommy, lekker omgeving voor een opgroeiend kind. Nee, dan hier, in dit vrouwenhuis ook lekker. Precies, daar moet je er ook niet aan beginnen. Maar als het nou per ongeluk echt zo is... Lieverd, dan moet je maar verhuizen. Ik ben echt te oud om onder één dak te zitten met een blerende baby. Ik ga dan naar mijn kamer. Nee. Jij blijft zitten. Wij moeten praten. Dat zeg ik de hele avond al. Ik heb het er met Pieter Bekenstein over gehad. En Pieter zegt dat jij naar een arts toe moet. Jij hebt niet het recht om achter mijn rug met mijn uitgever te praten over mij. Oké. Het is jouw uitgever, maar van mij is het een goede vriend die het goed met ons voor heeft. Goed zo, Jet. Stil. Ik zeg al niks meer. Klaar, jij gaat naar een arts en je laat je onderzoeken. Maar geen gemaar. Jij laat je onderzoeken en anders dan... Dan kun je nu nog vertrekken. Ik laat me niet op mijn kop zitten. Plagerij, dat is best. Het is allemaal leuk, maar... Ik laat niet met me sollen. Jij moet vaker uit bij Pieter Bekenstein. En als ik nou echt zwanger ben? Nou ja, dan zien we wel weer verder. Precies. Komt tijd, komt raad. Bordje. Nee, dank je. Ik ga naar mijn kamer, wel te rusten. Wel te rusten. Wel te rusten, liefje. Kids, liefje. Omi, ik schrik me rot. Nou, slecht geweten. Nee, ik wist niet dat jij hier zat. Ik kon niet slapen. Nee, ik ook niet. Honger? Trek. Ik snap er niks van. Ik had het allemaal zelf in de ijskast gezet. Wat? Zure haringaugurken. Kijk eens wat ik voor jou heb. Zure haring. Niet zo haastig, liefje. Eerst een vraag beantwoorden. Is het Pieter Bekenstein? De vriend van mijn moeder? Nou, je had gekund, want je was verliefd op die man. Ja, maar niet meer. Niet nu mam met hem uitgaat. Oh, valt dus af. Albert, de neef van Vera Polman. Die jongen is bi, Omi. Nou ja, weet ik veel. Je gaat toch altijd om met van die raar... Het is die modejongen, die Tommy. Hou hem maar op. Laten we gaan slapen. Ik ga morgen naar de dokter. Trek in een zure haring voor het slapen gaan. Hoi, ja, alsjeblieft. Pak dan je vieste vader. Zeg ik niet. Wie is de vader? Wie is de... Ah, ik hoef al niet meer. Jona Oberski. Kinderjaren. Kinderjaren? Hmm. Ja. Nancy Friday. Mijn moeder en ik. Herman Pieter de Boer. Waanzin en moederliefde. Nienke van Ichten, afgestiend al. Oh. Oh nee, ik kan er niet meer tegen. Stil nou maar, hè. Klaartje gaat vandaag toch naar de dokter? Ja. Nou dan,
Vanavond weet je waar je aan toe bent. En als ze nou eens een keertje echt zwanger is? Dan zie je wel verder. Ja, ja, makkelijk praten. Nou, het lijkt me juist enig, zo'n kleintje. Weet je trouwens dat ik antwoord heb gekregen op mijn brief? Welke brief? Op die advertentie, weet je wel? Voor donorvader. Dus, hier. Dus die heb je ook echt geschreven? Ja. Maar die vrouw vond me te oud. Ja, vind je het gek? De kind 10 is, ben jij 60. Ik word heel oud. Ja, en wijs. Ja, en vol interesse. En geduldig en begripvol. Ja, ja, ja. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Oh ja, dank u wel. Mag ik die wagen hier even neerzetten? Oh, gaat u gaan. Ja, ja, is prima. Zo. Wat een leuk jongetje. Nou, het is anders een meisje, hoor. Oh ja, oh sorry. Ja, dat zie je anders niet altijd meteen, hè? Oh, nou, ze heeft toch echt een meisjesgezicht, vind ik, hoor. Ja, ja. Natuurlijk, ja. Hoe heet ze? Michaela. Ach, echt? Ja. Oh, dat lijkt wel wat op Michiela. Hoor je dat, Jet? Ja. Nou, mevrouw, de kindje heet Michaela. Schattig, hè? Ja, heel schattig. Mag ik even rondkijken? Gaat u gang, hoor. Ja, wat moet ik nou doen? Zeg, blijft dat kind de hele morgen blaren? Nou, dan kan je toch leuk een beetje oefenen? Is toch fijn? Zoet maar. Koetsie, 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 koetsie. Ja. Zo, je bent een echt natuurtalent. Zelfzeker vader. Nou, nee, nog niet. Oh, nou, bij mij werkt het niet meer, hoor, dat schommelen. Ze zei natuurtalent tegen me. Michiel. Ja? Kindje huilt. Gooi je natuurtalent in de strijd. Ja. Zoet, 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 zoet. Stil nou. Doe nou stil dan toch. Ik zeg stil. Oh, waar blijft ze nou? Jet, hou op met ijsberen. Je maakt me dood nerveus. Mag ik misschien zenuwachtig zijn? Mag dat? Mag dat misschien? Wie wordt er hier anders oma? Alsof dat het ergste was. Oh. Doe nou jongens geen ruzie maken, hè? Jullie moeten juist een front vormen. Misschien moet je straks Klaartje wel enorm opvangen. Ben stil, ik hoor de voordeur. Oh, oh, oh. Ga zitten en doe gewoon. Ik doe gewoon. Oh. Hey, Michiel. Wat ben jij hier? Nou, ik ben met Jet meegekomen voor de steun. En? Ja, en? Ja. Klaartje, maak me niet stapelgek. Ben je nou zwanger of niet? Ja, vooruit, zeg op. Zwanger of niet? Ik hoef niet. Oh, gelukkig. Ben je heel erg misselijk? Oh, 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 oh.